We zijn gestart met F-Play voetbal, omdat we graag willen dat het kind weer centraal komt te staan in het voetbal. We merken op dit moment dat het spel te veel gericht is op het winnen van de wedstrijden. En het moet juist gaan om de kinderen, dat die vrij kunnen spelen, zich vrij kunnen bewegen. Mijn kind vindt het helemaal niet erg dat ik wat verder van het veld daar sta. De support voelt ze toch wel. Omdat er geen scheidsrechter is, moeten de mannen dus zelf leren voetballen. En dat zag ik echt na een paar wedstrijden goed terugkomen bij die mannen. Ja. De sfeer langs de lijn is in die zin veranderd dat jij... In het begin zijn de ouders nog flink aan het schreeuwen, maar ook zij merken dat de kinderen het echt niet meer krijgen of niet horen. Dus de sfeer is prettiger geworden. Nou, ik train ze er erg op bij situaties dat een bal uit is, om te zeggen van, hey, voor wie is nou de bal uit? Is hij voor jou of is hij voor de tegenpartij? En dat nemen ze mee in de wedstrijd en daar kunnen wij goed op trainen. Nou, met de coaches onder elkaar in het coachvak te staan, dat is heel gezellig. Je kan elkaar als ervaring uitwisselen en daar kunnen we allebei weer van leren. Ik support mijn dochter om zelf oplossend te zijn. En ik vind het wel mooi dat die lijn doorgetrokken wordt in het voetbal. Dat kan je eigenlijk zelf zien. Of hij een hand heeft gemaakt of hij uit is. Dat zie je gewoon aan de bal. Spelen zonder scheidsrechter, dat is bij de kinderen, dat zit er helemaal in. Dat is helemaal geen probleem bij hen. Als de tegenstanders bijvoorbeeld zeggen, nee, het is geen corner. En dan daarna zeggen ze, oké, neem maar een corner. Dan mag je het toch gewoon doen. Dat kunnen we realiseren door positieve dingen langs de zijkant toch te roepen, ze positief aan te moedigen. Een voorbeeld van positief coachen is bijvoorbeeld roepen dat hij een goede actie heeft gemaakt. Zo. Goed zo, Kian. Ja, ik vind het wel al fijn dat de trainers aanmoedigen. Wij vinden eigenlijk dat de kinderen op een kleiner veld veel meer balbezit krijgen, veel meer duels en veel meer acties. En dat hollen over 50 meter is eigenlijk een beetje van de baan. En wij zijn er eigenlijk van overtuigd dat ze voetballend, maar ook qua kind meer meekrijgen. Want ze moeten toch verantwoording nemen, ze moeten met elkaar beslissingen nemen. En ja, met een scheids hoeft dat niet, want er wordt alles geregeld. Bestuursleden die twijfelen over F-play voetbal. Die zou ik mee willen geven van begin eraan. En de kinderen vinden het heerlijk. De vereniging zal zien dat ze een beetje meer werk hebben, want de veldjes moeten uitgezet worden. Maar je krijgt er zoveel voor terug. Al die facetten waar het hele F-play om draait, ga eens onbevoordeeld kijken. En praat eens met de mensen die en ouders die al een kind bij een F-vereniging, F-play-vereniging hebben. En leg daar eens je oor te luisteren. Zonder dat je probeert. Onbevooroordeeld eens naar het concept te kijken. Ga eens met mensen praten en vorm dan je oordeel. Thank you.
De KNVB krijgt veel vragen over dit concept, maar vooral ook omdat ze nieuwsgierig zijn naar deze spelvorm. De meest gehoorde opmerking die ik hoor is: goh, wat heerlijk, die rust. Nou kunnen de kinderen echt lekker vrij spelen. Het succes van F-play voetbal zit volgens mij in een paar dingen. Op de eerste plaats in het feit dat het spel terug is bij de kinderen. De stress is weg op het veld en rondom het veld ook bij de ouders. De kinderen leren ook zelf verantwoordelijkheid dragen. En leren daarmee ook meteen al heel jong hun sociale vaardigheden te ontwikkelen. We zijn trots in Limburg over wat het F-play nu al heeft bereikt. Het is heel mooi om te zien bij hoeveel verenigingen en teams het nu al wordt gespeeld. Niet omdat het ons feestje is, maar omdat het vooral betekent dat het helpt om zeg maar, het doel wat we nastreven te bereiken. En dat is vooral de kinderen hun spel weer terug te geven.